De gemeente Gulpen-Wittem voert geregeld gesprekken met de provincie Limburg om de voortgang van het centrumplan te bespreken. Wethouder Piet Fransen bracht in dit kader op woensdag 21 februari samen met de projectleider een bezoek aan gedeputeerde Erik Geurts in het provinciehuis. Een gemeente moet altijd blijven investeren in haar openbare ruimte. En dat geldt zeker voor een gemeente als Gulpen-Wittem, waar jaarlijks bijna 1 miljoen toeristen op afkomen. Toen Piet Fransen, de wethouder van Gulpen-Wittem, naar me toe kwam met zijn plannen, werd ik meteen enthousiast en wilde ik ook meedoen. Ik wilde hem ondersteunen, omdat we niet alleen de openbare ruimte gaan oppoetsen, maar ook klimaatneutraal gaan maken. We gaan ook bijvoorbeeld het water meer de ruimte geven. En dat soort doelen, als dat soort doelen bij elkaar komen, kun je altijd op de steun van de provincie rekenen. Als je als toeristische gemeente aantrekkelijk wilt blijven, dien je in de openbare ruimte en in de voorzieningen te investeren. Het ambitieuze plan dat de gemeente Gulpen-Wittem hiervoor heeft opgesteld, wordt, zoals u van de gedeputeerde Geurts heeft gehoord, door de provincie Limburg ondersteund. De reconstructie van de Looierstraat en de karakteristieke Gulp, waarvoor voorbereidingen worden getroffen, maakt deel uit van dit plan. De reconstructie duurt naar verwachting tot medio 2019. Bent u benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk dan de sfeerimpressies en tekeningen van de toekomstige situaties die gemaakt zijn door Bureau Verbeek op www.gulpenwittem.nl.